op een plek waar dagelijks talloze mensen voorbij gaan. Voor het gemeentehuis in Elst staat hij gereed. Nu nog gehuld in verpakking, maar straks het middelpunt van het centrum. Nou, we hebben dadelijk gaan we een bankje openen. Dat gaat de wethouder voor ons doen. En dat is eigenlijk de start van de ontmoetingsroute. En de ontmoetingsroute is hier door heel Overbetuwe heen, een week lang. We hebben allemaal bankjes, initiatieven die meedoen. En die eigenlijk naar eenzaamheid rondom de ontmoeting allerlei activiteiten aan het organiseren zijn. Inwoners lieten weten welke plek binnen de gemeente wel een ontmoetingsbankje konden gebruiken. Zo ontstond er met elk bankje gemarkeerd op een poster een volledige route. Een bankje is eigenlijk de symboliek van ga op dat bankje zitten, neem plaats, ontmoeting en ga gewoon in gesprek. Het zijn specifieke ontmoetingsbanken, maar het zijn ook nog banken van recyclebaar materiaal. Daarnaast verschenen overal babbelpotten met vragenkaartjes voor goede gesprekken. Maar we vinden het ook belangrijk dat het eigenlijk het hele jaar wel aandacht voor is. En er zijn in Overbetuwe zoveel mooie initiatieven. En we hebben die allemaal zo'n babbelpot gegeven, zodat ze ook na deze week nog met elkaar in gesprek kunnen gaan. Met allerlei leuke, prikkelende vragen. Eén. Ik sta hier moederziel alleen en kijk een beetje om me heen. Verlos me van de eenzaamheid, kom erbij en neem de tijd. Ik word helemaal blij van binnen als twee mensen een praatje beginnen. Ook de babbelpotten krijgen een mooie plek. De wethouder stapte op de duofiets om de eerste naar het nabije buurtcentrum te brengen.